Ja. Lisbeth, waar zijn we? We zijn in Hoge Zand. En wij kennen natuurlijk van vroeger Hoge Zand als plekje op de atlas die we moesten kennen op school. Hoge Zand, Sappemeer. Heel ver weg in het Hoge Noorden. We zijn gisteren in Oosterhout en Eindhoven geweest. En we bezoeken alle bibliotheken in deze plaatsen. Dat zijn er eigenlijk niet zoveel. Nou, en wat wel opvalt is dat hier in Kielzog hebben ze een combinatie theater-bibliotheek gemaakt. En dat hadden ze in Oosterhout ook. Dus je ziet in die plaatsen diep in de provincie dat er steeds meer combinaties komen van theater, bibliotheek. In Oosterhout zat de VVV erbij bijvoorbeeld. Ja. En nou, hier zijn we nog niet naar binnen. Dus we gaan het hier zien wat we hier allemaal gaan doen. Maar het is ontzettend interessant. En wat verder opvalt is dat al die bibliotheken hebben bezuinigingen gehad. En heel veel bibliotheken noemen zich tegenwoordig huiskamer. Dus dat geeft ook wel aan hoe die bibliotheken veranderen van functie. En ook een andere betekenis voor de stad gaan aannemen. Of voor het dorp in dit geval. Dus hartstikke spannend allemaal.